Toen we hier voor het eerst kwamen, zeg maar, in dit gebouw, toen was het al helemaal een afgerachte toestand, zeg maar. Met ja, de toiletpotten lagen eruit, alle glas was stuk, kogelgaat overal, paintball, porno tekst op de muur. En het is gewoon echt een griebus van een gebouw. We hebben dat toen allemaal wel weer improvisorisch opgeknapt en die ramen weer erin gezet, bla bla bla. We waren eigenlijk net klaar. En toen kwam meneer weer langs met zijn shovel, weet je wel. Ik bedoel, kon weer opnieuw beginnen. Een soort van bezigheidstherapie is die vrijheid, zeg maar, van ons. Ik hoor hier het liefst wakker als de zon opkomt. Het is hier stil, op het hout gehakt na, maar het is gewoon heel veel vredig hier wakker worden. Je kijkt naar buiten en je ziet de haven en water en boten en een zonnetje binnen. Het is gewoon een hele serene sfeer. Kijk, hier werden vroeger schepen gebouwd, dus het is gewoon heel zwaar industrieel van karakter. Het is romantisch op een bepaalde manier. Het is niet gebouwd om in te wonen, die zachtere kanten wel te ontwikkelen en dat het ook behagelijk wordt, zeg maar. Dat is een enorm gevecht geweest. Creëren van je eigen ideale leefomgeving. Dat je dat zelf mag vormgeven en kan doen zonder dat iemand zegt dat dat niet mag of niet goed is. Bij mij ligt dat heel erg bij die grote kraakbanden. Dat je zo'n pand mag ontginnen en veroveren en bevolken. En ja, je gaat het gewoon schoonmaken en je gaat je eigen huis erin bouwen. Ja, je hergebruikt eigenlijk de spullen en de ruimte die er is. Om zo op die manier je eigen ideale leefomgeving te creëren. Niet alleen voor jezelf, maar dat doe je ook samen met je buren. Maar ja, als je al die mensen hun eigen huis ziet bouwen, en dat zijn echt gewoon juweeltjes, weet je wel. Dat is allemaal niet standaard, dat is gewoon het mooie eraan. Ja, Amsterdamse vrijheid echt zeker kwijtgeraakt, ja. Omdat alles zo overgereguleerd is en niet meer wordt overgelaten aan de verantwoording van mensen zelf, weet je wel. Het is allemaal zo voorgekookt. Vrijheid proclameren überhaupt, dat kun je als overheid niet maken. Je kan niet zeggen van wij zijn een vrijstaat en denk zo vrij mogelijk. Het is wel degene die bepaalt tot hoever jouw vrijheid mag gaan. Die grenzen moeten ook overschreden kunnen. We zoeken alle grenzen op van wat overheden zeg maar aankunnen. Zaterdagochtend 6 uur werd ik uit mijn bed gerammeld door mijn buurman helemaal in paniek. Dus ik sprong uit bed en ik rende hier de hoek om en ik zie hier gewoon echt een hele grote graafmachine staan. En allemaal mensen rondrennen en in paniek en ze waren de hele voorgevels er aan het uitrammen. Ja, knokploeg, je wordt er gewoon in elkaar geslagen en het is gewoon een oorlog. Ja, wij zijn er nog, ja. Ja, vrijheid is hard werken. Blijft hard werken. She's waiting.